Goedendag, welkom bij een speciale aflevering van de Rusland Academie. Mijn naam is Elmer van Leeuwen en vandaag is onze gast Laszlo Moraat. Laszlo, van harte welkom. Dank u wel dat u hier wil zijn. Ja, veel dank voor de uitnodiging. En het is een eer om met jou dit interview te gaan doen. Dank u. Het onderwerp voor het interview is de relatie tussen Hongarije en Rusland en met name de buitenlandse politiek. Als we het hebben over Hongarije, dan is dat denk ik een land waar de gemiddelde Nederlanders niet zoveel van af weten. Tot voor kort was daar ook een product van. Ik heb me wel even moeten inlezen om wat basiselementaire kennis te krijgen van het land. Ja. Ook een Tsjechische kennis van me wees op dat als we het over Hongarije hebben, maar ook voor Tsjechië, Polen en Slowakije, dat we het dan moeten hebben over Centraal-Europa, Midden-Europa. En in Nederland maken we nog wel eens makkelijk de opmerking, oh, dat is allemaal Oostblok, wat er na de grens van Duitsland ligt. Dus ook in het geval van Hongarije hebben we het over Midden-Europa. Om te beginnen met een algemene vraag, om de kijker een indruk te geven van Hongarije als land, algemeen te beginnen. Om een algemeen beeld te krijgen van Hongarije voor de Nederlandse kijker. Wat is volgens u belangrijk om te weten? Wat is belangrijk voor een elementair begrip over Hongarije? Ja, ik denk dat Hongarije toch een heel speciale status heeft in Europa. En die status wordt mede gedefinieerd door de Hongaarse taal. Het is een unieke taal. Er zijn ooit wat taalkundige exercities geweest om te laten zien dat het Hongaars en het Fins iets met elkaar te maken heeft. Maar dat moet je niet al te serieus nemen. Het Hongaars heeft wel degelijk ook overeenkomsten met het Turks. Veel meer dan je denkt. En dat ligt allemaal vervat in de oude geschiedenis van de Hongaren. Die ergens in Centraal-Azië begint en door de Russische steppen loopt. En dan uiteindelijk uitmondt in het Karpatenbekken of de Donauvallei, waar de Hongaren tegenwoordig wonen. Om je een idee te geven van de uniekheid van de Hongaarse taal. Alles wat in het Hongaars dezelfde vorm heeft, of een verwante vorm of beweging, heeft ook qua klank dezelfde vorm. He, dus bijvoorbeeld het woordje kör betekent rond. Maar kerik betekent wiel. En dan zie je dus weer de wortel van het woord kr, zie je weer terug ook in het woord wiel, met daaraan gehecht een suffix, een achtervoegsel. Dus alles wat qua vorm en beweging verwant is, dat heeft ook dezelfde klankvorm. Dus als je de Hongaarse taal kent en bestudeert, dan ben je dus in staat om allerlei logische verbanden te leggen in de wereld op basis van klankovereenkomst. Nou, dat is de essentie van de Hongaarse taal en dat betekent dus dat Hongaren een extra dimensie hebben om naar de wereld te kijken, namelijk via hun eigen taal. Heb ik tot nu toe in mijn taalkundige onderzoeken, ben ik dat zeer zelden tegengekomen. Je ziet wel wat rudimenten van dit systeem in de Germaanse talen, in allerlei andere talen, maar niet zo mooi als en symmetrisch als in het Hongaars. Dus alles wat de wortel K, een of andere vokaal, en een R heeft, dat heeft iets te maken met rond. Okay. En of een ronde beweging. Bijvoorbeeld zoeken, daar kom je die wortel ook in tegen. Ja, wat is zoeken? Ja, is iets vinden door in cirkels te bewegen naar iets. Het suffix voor tijd is kor. Ja, zeggen mensen, wat heeft die KR-wortel nu met tijd te maken? Ja, tijd is een cyclisch begrip. Je komt altijd weer terug bij dezelfde tijd, na 24 uur, of na 12 uur. Dus op die manier kun je aan de hand van
de klankstructuur allerlei verbanden in de werkelijkheid reconstrueren. En dat maakt het Hongaars tot een vrij unieke taal. Ja, dus taal is inderdaad een heel wezenlijk bestanddeel van Hongarije en ook van de Hongaarse identiteit. Ja. In het huiswerk wat ik heb gedaan ter voorbereiding van Hongarije en de geschiedenis ook van het land, wat voor mij heel erg naar boven was gekomen, dat was toch ook, ondanks alle mooie eigenschappen en mooie dingen en de tradities die Hongarije heeft, ook toch wel een vrij verdrietige geschiedenis. Als ik kijk dat Hongarije eigenlijk in zijn geschiedenis 4 keer bezet is geweest. Door de Mongolen, om mee te beginnen. Ja. Vervolgens door de Ottomanen, de Turken. Daarna door de Oostenrijkers en vervolgens door de Russen. Dan was dat toch wel iets wat ook heel erg bij me bleef. Toen ik de geschiedenis van het land in vogelvlucht probeerde te bestuderen. Van een land waar toch de geschiedenis erg hard voor is geweest. En ook tragisch in veel opzichten. Ja, het is natuurlijk zo dat begin van de 13e eeuw de Hongaarse koningsdynastie van Árpád, die sterft dan uit. En de Hongaren hebben altijd een soort aanhankelijkheid aan het koningschap gehad. En de heilige Stefanuskroon, ook het huidige staatssymbool van Hongarije. De kroon zelf was altijd op zoek naar een geschikte kandidaat. Hmm. En dus de Hongaarse geschiedenis is ook een strijd om het bezit van die kroon. Ja. En je ziet natuurlijk dat allerlei krachten van buiten steeds proberen om de Stefanuskroon in handen te krijgen. En ook dat er veel interne strijd is geweest. De kroon zelf is bevat een beeldenprogramma wat nieuw testamentisch is. Dus er bevinden alleen maar afbeeldingen uit het Nieuwe Testament zich op de Hongaarse heilige kroon. Hij wordt ook heilig genoemd. Sterk christelijk dus ook beïnvloed. Ja, absoluut. Het is en waar die kroon dan precies vandaan komt, dat is een discussie in de Hongaarse geschiedschrijving. Er zijn allerlei theorieën over, dus dat zou erg ver voeren. Maar het idee is wel dat er een heel duidelijk beeldenprogramma aan die kroon vastzit. En het is ook het heeft ook meerdere lagen. Het heeft een aardse laag. Dan zie je dus heiligen die bepaalde zaken kunnen. De Byzantijnse genezers, Damian en Cosmas. Je ziet Sint Georgius. En dan is er een wat hoger niveau met de apostelen en de heiligen. En het bovenste plaatje is Christus Pantocrator. En de Christus Pantocrator, die kon alleen maar gezien worden door 2 personen. Dat was de kroonwachter. Dat was heel lang iemand uit de hoogste adellijke kringen van Hongarije. En de aartsbisschop van Esztergom. Dat waren de 2 personen die dat plaatje van die Pantocrator mochten zien. En die zit bovenop. Ligt ook bovenop de kroon. Dus het is een heel ingenieus constructie. Met allerlei edelstenen die ook zeer weinig voorkomen. En ook het beeldenprogramma dat kent verschillende lagen. Dat betekent dus ook dat het een diep esoterisch christelijk symbool is. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook kenmerkend. Dus op de dag van de kroning werd de kroon om 's ochtends om 6 uur uit een zwarte doos gehaald, waar die in werd bewaard. En het kronen van de koning gebeurde door de aartsbisschop van Esztergom. En de koning zelf zag de kroon niet. Dus hij had geen idee van wat hij op zijn hoofd gedrukt kreeg. En na de kroningsceremonie ging hij weer terug in de doos. Oké. Dus het was geen dynastieke kroon zoals je dat kent in het westen van Europa, waar zo'n kroon
Je zag het nu ook met de kroning van Charles, die dan rondloopt met zo'n kroon. Dat was niet de bedoeling. Dit was een eenmalige akte, vroeg in de ochtend. En dan ging het weer terug in die zwarte doos. En werd het door twee, kroonwachters, werd het bewaakt. En dat tot de volgende kroning weer plaatsvond. Ja, want we zijn inderdaad begonnen met wat is belangrijk voor Hongarije. De taal heeft u al net genoemd. Natuurlijk nu ook de kroon, hè, als een beetje een nationaal symbool. Waarbij ook het christendom erg belangrijk is voor Hongarije en ook voor de geschiedenis ervan. Als ik even zeven mijlslaars aantrek en we gaan van de kroon naar de persoon Viktor Orbán. En in de Hongaarse politiek van vandaag, want dat is mijn bruggetje voor het vervolg naar de buitenlandse politiek. Wat kunt u vertellen over de opkomst van Viktor Orbán in de Hongaarse politiek? Hij is bij mijn weten voor de vijfde keer al premier geworden van Hongarije. Een record in post-communistische Hongaarse geschiedenis. Kunt u beknopt wat vertellen over de opkomst van Viktor Orbán in de Hongaarse politiek? Hoe is hij premier geworden? Hoe heeft hij het zo lang kunnen volhouden? Wat is zijn algemene overtuiging, politieke overtuiging en wat wil hij met Hongarije? Nou ja, ik denk dat. Dat zijn natuurlijk veel relevante vragen die de actualiteit van Hongarije belichten. Orbán heeft gestudeerd aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Budapest, de Ötvös Universiteit. En hij kwam daar in een soort klasje terecht van jonge, talentvolle studenten die eigenlijk na de val van de muur, want de wind of change, zoals de Scorpions bezingen. Moskou, ja, maar dat voelde je natuurlijk ook in Budapest eind jaren 80. Dat er veranderingen zouden komen. En ja, er was zo'n groepje studenten op de rechtenfaculteit die eigenlijk getraind werden op een politieke functie na de val van het communisme in Hongarije. En Orbán was daar één van. Er waren meerdere studenten. Een deel van die mensen zijn nog steeds actief in de politiek. Ook bij andere politieke partijen. En zij begonnen als links-liberalen. Als je dat ongeveer wilt karakteriseren en vergelijken in de West-Europese politieke verhoudingen. Ze gingen eigenlijk mee met de golven van de liberalisering, het val van het communisme, aansluiting Europa, aansluiting Europese Unie, lid worden van de NATO. Ik geloof ook dat Orbán zelf ook bij de liberale internationale even nog heeft gezeten. Ja, een van zijn grote drijvende krachten was in die tijd Frits Bolkestein, een VVD-politicus en een Nederlandse minister. Die ook actief was in dat proces van transformatie van het communisme naar de verwestelijking van Midden-Europa. Dus dat was eigenlijk zijn politieke thuisbasis. En in 1996, en daar zijn we al zes jaar verder, toen begon de Fidesz-fractie, die zich eigenlijk in de beginjaren opstelde als een soort jongerenpartij van de Vrije Democraten, die je dan een beetje kunt vergelijken met in Nederland met D66 of iets dergelijks. En die wilden een eigen profiel gaan ontwikkelen. En ik kan me nog goed herinneren in 1996 dat ze allerlei. Ten eerste gingen ze zich anders kleden. Ze trokken een pak aan, want voor die tijd liepen ze in hun spijkerbroekje rond in dat mooie parlementsgebouw, aan dat neogotische, hele grote parlementsgebouw van Budapest aan de Donau. Indrukwekkend gebouw. Indrukwekkend gebouw, 96 meter hoog. En je mag in Budapest niet hoger bouwen dan 96 meter om de koepel van het parlement te evenaren. Of naar de kroon te steken. Ja, naar de kroon te steken. En de kroon staat loodrecht onder de koepel. Hmm. De huidige, de Sint-Stefanus-kroon. Hè? Die is, daar heeft toen Orbán in 2000
heeft toen de Fidesz-regering, toen hij voor het eerst aan het bewind was, hebben ze die kroon uit het museum gehaald en weer teruggezet in het middelpunt van de Hongaarse politiek. Dus 96 meter onder de koepel, loodrecht daaronder. Orbán begon dus, zeg maar, als een soort linksbuiten. En vervolgens schoof hij steeds meer op naar het midden. En toen de MDF, de eerste gekozen oppositiepartij van christendemocraten en conservatieven, toen die de verkiezingen verloor in 1994, viel er dus een gat op centrumrechts, conservatief. En Fidesz is daarin gestapt. En hebben ze het roer omgegooid. En hebben ze ook begrepen dat Hongarije geen radicaal liberaal land is. Hongarije is dat nooit geweest. Hongarije is geen... het woord liberaal, daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Want de Hongaren zijn wel vrijheidslievend. Ik denk dat ze daar ontzettend veel gedaan hebben voor de vrijheid. Dat zul je ook terugvinden bij Britse wetenschappers die dat erkennen. McCartney en anderen. Maar in Hongarije is er voor extreem liberale politiek, daar is geen groot platform voor. Geen groot electoraat dus ook. Nee, geen groot electoraat. En dat had Fidesz begrepen in 96. Dat als ze niet zouden opschuiven naar het midden en naar centrumrechts, dat ze waarschijnlijk nooit aan de macht zouden komen. En Orbán was daar een exponent van die switch. Hij was daarvoor ook belangrijk. Hij had in 89 die bekende speech gehouden bij de herbegrafenis van de leider van de Hongaarse opstand in 1956, Imre Nagy, waarin hij ook opriep het Rode Leger, wat toen nog in Hongarije zat, om naar huis te gaan. En dat was natuurlijk heel erg, voor Hongaarse begrippen, heel erg gedurfd en gewaagd. Maar hij begreep ook van, als we niet gaan buigen de andere kant op, dan zullen we altijd een kleine politieke beweging blijven. Dus als ik u goed begrijp, 96 is ook voor hem in zijn ideologische oriëntatie een soort kantelpunt van linksliberalisme meer naar christendemocraat, zou je kunnen zeggen? Conservatisme? Het is conservatisme, centrumrechtse politiek, denk ik. Dus het dan een wat meer behoudend, traditionalistisch, naast westerse waarden ook oog hebben voor Hongaarse waarden, Hongaarse taal, Hongaarse minderheden buiten Hongarije. De Hongaarse positie in Europa, de Hongaarse positie in de wereld. Dat soort vragen waar natuurlijk de Hongaarse filosofie al eeuwen mee bezig was, werden nu ook door... Kreeg een politieke vertaalslag van mensen die eerst eigenlijk helemaal gecommitteerd waren aan het linksliberalisme van West-Europa. Ja, en ik denk ook dat u... Vuur een paar vragen op u af, maar ik denk één heeft u er ook al gelijk mee beantwoord, van hoe heeft hij zo lang aan de macht kunnen blijven. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het electoraat, wat dat dus ontvankelijk erg is voor de boodschap. Ik weet niet of dat het enige aspect is. Kijk, hij is natuurlijk ook een ras politicus. Hij is een zeer goede campaigner. Hij weet echt een campagne te voeren, dus en dat vindt hij ook leuk. Het Hongaarse kiessysteem is ingewikkeld, want het is een soort afspiegeling van Britse, Duitse en Franse tradities. Ook de Hongaarse kieswet is ingewikkeld, het systeem is ingewikkeld. Je hebt altijd twee rondes die je moet doen om te kunnen winnen. Er is een kieslijst en een districtenstelsel. Nou, dat heeft allemaal te maken met het feit dat Hongarije blijft kijken naar West-Europa en niet alleen maar van Duitsland wil kopiëren, maar ook van Frankrijk en de Britten, om ervoor te zorgen dat ze die neutrale positie kunnen houden. En daardoor, en Orbán is daar goed in. Hij kan een campagne voeren. Hij weet absoluut de mensen te mobiliseren
vertrouwen te geven. En daar, dat heeft hij vanaf 96 tot aan de dag van vandaag gedaan. In allerlei functies, allerlei politieke functies. Hij is fractievoorzitter geweest, oppositieleider, premier, minister-president. Europese verkiezingen heeft hij gedaan. Dus het is iemand die waarschijnlijk een van de meest ervaren politici is die er tegenwoordig in Europa rondlopen. En dus echt heel lang al in die politiek zit. Wat ik ook een interessant aspect hier ook aan vind van uw verhaal was, u heeft ook een boek geschreven in 1995, De Hongaarse Kentering. Ja. En daarin had u ook geschreven in het boek de communistische internationalistische ideologie werd na 1989 op een wijze vervangen door het globale internationalistische wereldbeeld. En eigenlijk wat ik ook in uw verhaal hoor over Orbán is dat hij ook nu heel erg duidelijk tapt aan de inherente tradities van Hongarije die eigenlijk ook al ver voor het communisme nog leefden. En dat het in een zekere zin een soort wederopstanding is van men is aan herijking gaan doen van de eigen nationale identiteit. En dus wie zijn wij? Waar komen we vandaan? Wat vinden we belangrijk? Wat zijn onze waarden? Waar staan we? Wie zijn onze vrienden in de wereld? Wie zijn onze vrienden in Europa? Ja. Dat zijn allemaal relevante vragen die in begin 90 eigenlijk niet echt gesteld werden. Toen heeft men geprobeerd om de Hongaarse politiek een soort afspiegeling te laten zijn van West-Europese politiek, met liberalen, met christendemocraten, met socialisten enzovoort. Maar ja, na verloop van tijd werden de oude boeken en de oude geschriften afgestoft. Die werden uit de bibliotheken tevoorschijn gehaald. Mensen gingen weer lezen en dachten van het liberalisme, ja, dat kenden wij ook in de tweede helft van de 19e eeuw. Maar was dat nou altijd linksliberalisme of was dat conservatief liberalisme? Dus je ziet dat er een herijking heeft plaatsgevonden. En natuurlijk, ook de generatie Orbán reisde rond in Europa, in de wereld, keek om zich heen en dacht van, er gebeuren ook wel gekke dingen in West-Europa. Moeten wij dat allemaal blind volgen? Moeten wij niet putten uit onze eigen tradities? Is alles dan zo slecht geweest van het oude Hongarije? Dus die vragen werden gesteld. En dan zie je dus dat dat het politieke spectrum langzaam aan het veranderen is. En daarbij kwam natuurlijk dat de jaren 90 een soort roofbouwkapitalisme gaf te zien in Hongarije. Er was nauwelijks wetgeving, iedereen kon daar zijn gang gaan. Er gingen westerse bedrijven naartoe om de Hongaarse bedrijven over te kopen en kapot te maken en de marktaandelen over te nemen. En een van de zaken die ik zelf erg betreur, was dat bijvoorbeeld de Hongaarse melkproducten, die heel kenmerkend waren voor allerlei lokale smaken. Denk bijvoorbeeld morellen, de zure kers, waar Hongaren heel veel mee doen, omdat die in Midden-Europa groeit en fantastisch gezond is. Dus morellenkersjoghurt, dat maakten de Hongaren zelf. Nou, vervolgens kwamen allerlei bedrijven, van wie ik de naam maar niet zal noemen, die kochten dat over. En toen kreeg je 3 of 4 smaken. Je kreeg aardbeien, zoete kers in plaats van zure kers. Niks meer met walnoten, bijvoorbeeld. Geen walnotenyoghurt meer. En als je dan mensen sprak van die branche, je zei van, waarom hebben jullie dat eigenlijk gedaan? Kijk, weet je, als we een beperkt aantal smaken hebben, dan kunnen we meer verkopen. Kijk, dus de Hongaren begrepen op een gegeven moment ook dat hun eigen producten, waar ze aan gehecht waren, eeuwenlang, en die ook kwalitatief gewoon rijker waren, dat die in één keer verdwenen uit de schappen. Nu zie je ze weer terugkomen. Hè? Nu zie je al die producten weer. En zijn er ook weer bedrijven die hebben gedacht van, die typische Hongaarse smaken, die moeten we weer hebben.
De kefir bijvoorbeeld is zo'n product. Mm-hmm. Ja, Hongaarden gebruiken dat elke dag bij het ontbijt en dergelijke. Maar dat was even weg. Ja, nu is het weer terug in de schappen. Ik denk ook wat u nu heeft samengevat, kort ook, de jaren 90 en ook wat dat betekende voor Hongarije en voor Hongaren zelf, dat het ook echt een heel erg onderbelicht aspect is in West-Europa. Dat proces, hoe dat was voor Hongaren en ook het herontdekken van hun eigen identiteit voor de komst van het communisme. Ja, waar dus ook smaak bij hoort. Ja. Geur en smaak was natuurlijk ook een deel van de identiteit. Ja. Ja. De walnootboom die natuurlijk Dat zijn zaken die inherent zijn aan Hongarije en Hongaars. Ja, en de ligging van het land in Midden-Europa. En die plotseling verdween dat allemaal. Ja, nu is dat weer voor een heel groot deel terug. Zijn er natuurlijk ook bedrijven die dat weer opgepakt hebben. Maar de jaren 90 was wat dat betreft een enorme kaalslag. En een toch een kille overname door... door westerse bedrijven die daar ook goed mee verdiend hebben. Laten we eerlijk zijn. En waren dat Amerikaanse en Europese bedrijven? En of is daar een zwaartepunt in een van de twee nog aan te wijzen? Ja, dat waren over het algemeen Europese bedrijven. Maar de Amerikanen waren er natuurlijk ook. Tot aan de dag van vandaag. Maar Hongaren hadden daar ook geen moeite mee. Die hebben niet gezegd van, oh, ze mogen hier niet komen. Maar het ging erom dat op een gegeven moment de eigenheid van het land... behoorlijk onder druk kwam te staan. En daar kregen de Hongaren wel moeite mee. Ja. Ze dachten van, hé, onze typische producten verdwijnen. We krijgen in één keer te maken met agressieve reclame. Allerlei campagnes die werden gevoerd via de media... waar de mensen toch van dachten, willen we dat eigenlijk wel? Ik denk dat u daarmee ook een goed beetje algemeen beeld heeft gegeven over Hongarije kort en ook over Orbán. Als we van Orbán nu overschakelen naar de buitenlandse politiek, de relatie van Hongarije naar de andere Europese landen. Dan heb ik de volgende vraag. Er wordt wel eens gezegd dat landen geen permanente vrienden of vijanden hebben, alleen permanente belangen. Deze uitspraak zou ik graag eens willen testen. Heeft Hongarije in zijn buitenlandse politiek permanente vrienden of vijanden, of heeft het permanente belangen? En zo ja, wie zijn de vrienden en vijanden, of wat zijn de belangen? Hongaren hebben weinig vrienden in de wereld. En de Hongaren behoren ook tot die naties in de wereld, die heb je er ook niet zoveel, die de wereld meer gegeven hebben dan gekregen hebben van de wereld. Dus dat moet je wel goed beseffen. Dus dat betekent dat... Hongarije, voor zover het belangen heeft, het belangrijkste belang van het land is om te overleven als land. Hoe overleef je in Midden-Europa tussen enorme blokken om je heen? Dat is dus de Duitse kanselier, de Russische tsaar en de Osmaanse sultan. Dat is het speelveld waarin je zit. En als je doortrekt voor de dag van vandaag, is dat speelveld nog gecompliceerder. Want je hebt Rusland. Je hebt China. Ja, je hebt China. Je hebt de Verenigde Staten. Je hebt Turkije, wat toch actief is op de Balkan. Je hebt, ik noem de Europese Unie, dat is eigenlijk gewoon Duitsland. Dus Duitse invloed. Ja, dan moet je als klein land van... 10 miljoen mensen met in de buurlanden nog een 3, 4 miljoen etnische Hongaren in het oude Koninkrijk Hongarije. Ja, moet je proberen in dat krachtenveld te overleven. En ja, wie zijn dan je vrienden? Zijn dat de Duitsers? Nee, want als je naar de geschiedenis kijkt, zijn de Duitsers evenveel vrienden als bedriegers. Zijn dat de Russen? Nee, de Russen hebben Hongarije in 1848, 1849 ondersteboven gelopen. In de Hongaarse vrijheidsstrijd tegen het Habsburgse absolutisme. Waarbij de Russische tsaar Frans Jozef te hulp kwam. Over de rug van de Hongaren, die als enige strijd voerden. Nou, dan zien we...
het fascisme nog in de jaren 30 en de bezetting uiteindelijk van Hongarije door de nazi's. We zien het Rode Leger er nog een keer overheen walsen eind 45. En dan zien we het neerslaan van de Hongaarse opstand. Dus zijn de Russen erg betrouwbaar voor Hongarije? Wat ik soms wel eens lees in de krant, in de Nederlandse mainstream, dat de Hongaarse regering te veel tegen Rusland aanschuurt. Zou ze dan echt niet weten, iemand als Orbán, zou die dan plotseling de Hongaarse geschiedenis vergeten zijn? Nou, ik denk het niet. Turkije, daar kun je natuurlijk ook mee samenwerken. Maar goed, de Turken hebben natuurlijk, zijn behoorlijk tekeer gegaan in al die opmarsen tot Wenen. Elke keer geprobeerd om Wenen te halen, maar het slagveld was wel Hongarije. En West-Europa deed niet veel om Hongarije te helpen. Dus miljoenen mensen zijn verdwenen in die Turkentijd. Het Janitsarenleger van de sultan, dat waren voor een groot deel jonge mannen uit Hongarije die opgepakt waren tijdens de opmars van de Turken. Dus dat is een heel 150 jaar lang strijd tegen de Turken. De Verenigde Staten, zijn dan vrienden? Nou, iedereen weet nog de berichten van Radio Vrij Europa, dat als de Hongaren in opstand zouden komen tegen het communisme, dat het Westen te hulp zou komen. Zijn ze gekomen? Nee, zijn niet gekomen. Wie gekomen zijn, zijn journalisten en fotografen die foto's hebben gemaakt van de Hongaarse opstandelingen, die in de westerse pers zijn verschenen en later door de communisten zijn gebruikt om de opstandelingen op te sporen. Dat was de bijdrage van West-Europa en de anti-communisten aan de Hongaarse opstand. Wat Hongarije toen gegeven heeft, honderdduizenden talentvolle Hongaren die naar West-Europa gingen en naar Amerika en die geholpen hebben om deze landen verder te ontwikkelen. Dus daar kun je ook verder niet zoveel mee. Waren het dan de Chinezen? Mao Zedong heeft op voorstel van Tito gezegd dat er de druk moest worden gezet op de Hongaren om de Hongaarse opstand neer te slaan, omdat ze bang waren dat het begin zou worden van de val van het communisme. Dus China wilde die hele Hongaarse opstand ook niet. Als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen, onder de grootmachten heb je niet zoveel vrienden. Zou u nog een paar woorden over Groot-Brittannië en Frankrijk zeggen? Die zijn verantwoordelijk voor het verdrag van Trianon 1920... waarin het oude Hongaarse koninkrijk opgedeeld is in stukken. En waarbij Hongarije meer dan 2/3 van zijn territorium heeft verloren en meer dan 1/3 van de Hongaren als etnische minderheid in de buurlanden terechtkwamen. De zogeheten opvolgerstaten, dus Groot-Roemenië, Joegoslavië, Oostenrijk kreeg nog een deel van Burgenland. Notabene mede verliezen van de Eerste Wereldoorlog, ging ook nog met een stuk Hongarije ervandoor. Tsjechoslowakije en eerst in de Eerste Tsjechoslowaakse Republiek kwam Transkarpatië bij Slowakije terecht. Maar later is het, na de Tweede Wereldoorlog, is het bij de Sovjet-Unie terecht gekomen. En toen de Sovjet-Unie uiteenviel, bij Oekraïne. Dus ook Oekraïne is een buurland van Hongarije, waar een Hongaarse minderheid woont in authentieke Hongaarse steden en dorpen. En die het de afgelopen jaren zeker niet makkelijk hebben gehad in Oekraïne. Dus die voortdurend met allerlei taalwetten zijn geconfronteerd. De Hongaarse scholen die moesten sluiten. De Hongaarse buitenlandse politiek heeft dat ettelijke malen aangekaart in Brussel en ook bij de NAVO. Maar nul op het rekest gekregen, want er schijnt een democratische samenleving te zijn ontstaan in Oekraïne. Dus daar waar niemand klaagde over mensenrechten en rechten van minderheden. Dus dat wordt natuurlijk nog steeds gezien als de verantwoordelijkheid van Frankrijk en Groot-Brittannië. Dus daar zullen de Hongaren ook hun geld niet opzetten. Dus als je het zo bekijkt,
Dus waar zetten de Hongaren dan wel hun geld op? Op zichzelf. En dat heeft dus lang geduurd, ook in het begin van de jaren 90. Moest eerst die herijking plaatsvinden. En was er natuurlijk al in de jaren 80, was een van de filosofen van de Hongaarse opstand, István Bibó, die toen minister was en de rest van zijn leven in exil heeft doorgebracht. Die heeft toen dat concept ontwikkeld. En ik denk dat dat erg belangrijk is om het huidige Hongarije te begrijpen. De armoede van de kleine Midden- en Oost-Europese staten. Namelijk dat al die staten in Centraal Midden-Europa, waarvan de grenzen zo getrokken zijn dat je eindeloze discussies houdt over welk gebied nou tot welk land behoort. En dat is natuurlijk een meesterzet geweest, omdat je dan die hele regio voortdurend al die landen weer tegen elkaar kunt uitspelen. Je hoort dat nu ook weer. Polen is geïnteresseerd in een deel van Oekraïne. Daar sijpelen toch allerlei berichten door. Oekraïne zelf is natuurlijk in conflict geraakt met een kernwapenmacht. En Hongarije heeft in de 20e eeuw ook die koers gevaard om voortdurend bij de winnende macht in die regio aansluiting te vinden om daar zelf territoriaal voordeel van te krijgen. En wat gebeurt er dan? Uiteindelijk lukt dat niet en ga je ten onder. Het idee van dat je, dat is dan de armoede van de kleine Midden- en Oost-Europese staten, zoals Bibó dat benoemt. Op het moment dat je je laat verleiden tot dat grootmachtelijke spel in die regio, dan trek je aan het kortste eind. Betekent op een gegeven moment dat je jezelf op het oostfront terugvindt. Tweede Hongaarse leger 1944 aan de Don, wat bijna helemaal ten onder is gegaan. Nou, dit sluit ook heel erg aan op wat ik zei van de verdrietige geschiedenis van Hongarije. Ja, maar op een gegeven moment kun je misschien niet anders. 1938, met de Ausgleich, was Hongarije natuurlijk buurland geworden van Nazi-Duitsland. Ja, wat kan je dan nog doen als je buurland bent? En je hebt natuurlijk in de grenzen mensen die binnen de grenzen die koers willen gaan varen, die willen mee gaan doen. Maar nu hebben de Hongaren hun lesje geleerd van die 20e eeuw. En begrepen, en het is ook niet toevallig dat mensen als Orbán, die hebben hun universitaire jaren in het Bibó-collegium doorgebracht. Dus dat zijn, Hongarije kent dat collegiumsysteem. Dat zijn inwoning bij de universiteit waar je studeert. En dan zit je met vaak één of twee andere studenten op de kamer. En dat is dan een soort plek waar ontzettend veel aan uitwisseling, cultuur, debat wordt gedaan. Mm-hmm. En de Hongaarse elite van de toekomst wordt gevormd. En het bekende juridische faculteit van de Universiteit van Budapest had dat Bibó-collegium. En daar waren de geschriften van Bibó waren verplicht. Dat was verplichte kost. Dus al die politici in spe, die kenden de armoe van de kleine staten. Dat is een lang essay waarin Bibó uitlegt dat je beter als klein Midden- en Oost-Europees land in dat krachtenveld je niet met grootmachtelijke politiek moet gaan bezighouden. Want het eind van het verhaal is dat je kop eraf gaat. Want je komt altijd in de slipstream van de een of andere grootmacht te zitten. En dan trek je aan het kortste eind. En dan gaan jouw jonge generatie die gaat naar het front. Nou, dit sluit heel erg mooi aan op een vraag die ik hierna wilde stellen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje de kern ook van het interview. Namelijk de relatie tussen Hongarije en Rusland. Als we kijken naar de relatie tussen deze landen, heeft Hongarije bij mijn weten de meest consistente politiek gevoerd. Namelijk een werkbare relatie met Rusland behouden, ondanks het conflict. Dit was, voor zover ik heb na kunnen kijken, het standpunt van Hongarije voordat het conflict begon, als zowel tijdens, nu we nog in het conflict zitten. Met deze positie neemt Hongarije een vrij unieke plaats in Europa, in de Europese politiek.
En ja, mijn vraag was, wat is uw verklaring hiervoor? Maar er zitten al veel elementen van wat u er net zei. Ja, al. Nou ja, een van de vrienden, u vroeg ook naar vrienden van Hongarije. Ja, een van de grootste vrienden die Hongarije op het ogenblik heeft, is het Vaticaan. Dus dan zijn we weer terug in 1000 na Christus met Sint Stefanus, die koos voor het Westers christendom en niet voor het Byzantium. Sint Stefanus had ook voor Byzantium kunnen kiezen, maar besloot uiteindelijk om Hongarije een soort veerland te zijn. Hè? Dus een veer die vaart van de ene naar de andere oever. En Hongarije is nog steeds zo'n land wat ergens tussen West en Oost zit, maar meer aan de westerse kant dan aan de oosterse kant. En dat is de traditie van Sint Stefanus. En die is al 1000 jaar zo. Dus wat dat betreft is de Hongaarse politiek heel erg consistent. Blijven kijken naar het oosten, wat daar gebeurt. Goed in de gaten houden wat voor machtsverhoudingen daar liggen. En wel de steun zoeken van West-Europa. Dus vandaar dat de Hongaren westers christendom hebben omarmd en niet het oosters christendom hebben gekregen. Dat had zomaar gekund in 1000 na Christus. En dat zie je nu ook. Het enige land waar Hongarije mee kan optrekken is Vaticaanstad. Dus, maar goed, aan de andere kant, er zijn natuurlijk andere spelers in de wereld. We hebben de opkomst van China gezien. China is een van de weinige grootmachten die op het ogenblik iets aan diplomatie doen. Ik zie geen diplomatieke initiatieven bij het Westen. En ik zie ook geen diplomatiek talent, eerlijk gezegd. Of het moet Kissinger zijn, maar die is al toch wel behoorlijk. Ja, die is onlangs 100 jaar geworden. Ja, die is onlangs 100 is jaar geworden. Precies dus een eeuw oud. Of die nog de fut heeft om diplomatieke initiatieven te ontwikkelen, ik weet het niet. De Chinezen hebben in ieder geval een 12-puntenprogramma geschreven, waarin wordt uitgelegd hoe zij conflicten als Oekraïne en Rusland, hoe zij dat soort conflicten willen oplossen. Nou ja, ik denk dat dat de Hongaren aanspreekt, omdat er een zekere neutraliteitspolitiek in zit. De Hongaren zijn ook niet, hoewel ze in het westerse blok zitten, willen ze niet dat de wereld opgedeeld wordt in nieuwe blokken, in een soort nieuwe koude oorlog terechtkomt. Dus Hongarije kan zich wel vinden in een diplomatiek initiatief wat als doel heeft om conflicten die we nu zien verschijnen, zoals in Oekraïne, om die enigszins te pacificeren en te neutraliseren. En ook als we de Hongaarse buitenlandse politiek proberen te begrijpen, ook vanuit reaalpolitiek, vanuit belangen, dan zie ik in die zin ook wel op zijn minst twee belangen die Hongarije met Rusland heeft. De energiepolitiek is natuurlijk een hele fundamentele, denk ik. Gas wat vanuit Rusland wordt geleverd aan Hongarije. Maar Rusland assisteert Hongarije ook met kernenergie. Ja. Kerncentrale is ook een belangrijke. Ook olie wordt er geloof ik nog gekocht. Ja, ja, zeker. En het tweede aspect is de positie van de minderheden. Rusland en Hongarije delen denk ik in dat opzicht een vergelijkbare positie, namelijk dat veel Russen ook buiten de Russische Federatie leven. Ja. Net zoals Hongarije. En zowel Servië wat grenst aan Hongarije als ook Roemenië. Daar kan Hongarije ook in zijn relatie met Rusland vragen om een matiging ten opzichte van nationalistische krachten in die landen. Ja. Dus ik zou zeggen, op basis van van het huiswerk wat ik heb gedaan, dat het op zijn minst twee belangen zijn die Hongarije en Rusland delen. En natuurlijk, wat ik al hiervoor had gezegd, tot nu toe, bij mijn weten, heeft Hongarije nog geen landaanspraak gedaan op Oekraïne. Nee, en dat zal Hongarije ook niet doen. En staat het ook niet toe dat er wapens worden geleverd vanuit Hongarije door naar Oekraïne? Ja, Hongarije heeft dus de lessen van de 20e eeuw geleerd. Dat je als klein midden-Europees land niet op de proppen moet komen met territoriale claims. Dat zeer onverstandig is. Omdat je dan in grootmachtelijk spel terecht gaat komen. En daar heb je gewoon de capaciteiten niet voor als kleine natie om daar goed uit te komen.
Dat is één. Het tweede is, energie is essentieel, ook voor Hongarije. De Hongaren zijn wat dat betreft geïnteresseerd in het opstuwen van Hongarije in de vaart der, der volkeren. Dus handelspolitiek, zorgen dat er sociale en economische ontwikkeling komt. Zoals dat voorheen ook in West-Europa gold. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor de Hongaren om, om dat verder te ontwikkelen. Daar heb je energie voor nodig. Als er geen goedkope energie voorhanden is, is alle verdere modernisering tot mislukken gedoemd. Uitgesloten. Dat is uitgesloten. Dus je zult ergens vandaan goedkope energie moeten inwinnen. Nou, dat levert Rusland. Ja, vroeger heette, ik bedoel tegenwoordig wordt dat afhankelijkheid genoemd. Maar het is gewoon handel. Je kunt dat ook handel noemen. Hongarije levert daarvoor andere producten of koopt dat gewoon voor een schappelijke prijs. En dat is de basis van de Hongaarse sociaal-economische ontwikkeling. Ik zie niet goed als Hongarije gedwongen zou worden om daarmee te stoppen. Wat ze natuurlijk niet willen. Want dat zou ook het einde betekenen van de sociaal-economische ontwikkelingen zoals Hongarije die de afgelopen 10 jaar heeft doorgemaakt. Dan, ik zie niet hoe West-Europa dat in staat zou zijn om, om vervanging te bieden. Zeker niet voor die prijs waar Hongarije dat voor nu aankoopt. Dus ja, dan zal West-Europa ook moeten aangeven, Brussel zal dan ook moeten aangeven hoe dat prijsplaatje er voor Hongarije uit zal moeten zien. En zolang dat niet gebeurt, ligt het voor de hand dat Hongarije zich buiten dat conflict wil houden. Zegt het is een conflict, een broederconflict, een broedertwist tussen twee Slavische volkeren. Wij willen daar eigenlijk buiten blijven. We willen eigenlijk ook het liefst dat de eigen Hongaarse minderheid in Transkarpatië, dat die niet tegen hun zin in gemobiliseerd worden voor Bakhmut en andere fronttoestanden. En wil dat de energie richting de energievoorziening vanuit Rusland, dat die open blijft en toegankelijk blijft als basis voor de sociaal-economische ontwikkeling van Hongarije zelf. Want ik vind dit een intrigerende, de positie die Hongarije inneemt in dit conflict. Eigenlijk voor zover ze kunnen neutraal blijven. Als je namelijk Hongarije vergelijkt met heel veel andere EU-landen, zeker met Slowakije, Tsjechië, Polen. En breder nog EU- en NAVO-landen in zijn algemeenheid, dan op basis van mijn observatie gaat er een hele sterk homogeniserende werking uit van de buitenlandse politiek. Namelijk, er is heel erg duidelijk een kant gekozen voor Oekraïne, tegen Rusland, met Amerika. Toch is Hongarije lid van beide instituties, zowel de NAVO als de EU. De Hongaarse elite handelt in wat waarvan zij overtuigd zijn wat het nationaal belang is van Hongarije. Ondanks dus forse kritiek vanuit de EU en NAVO. Ja. Ik heb ook gehoord termen als dat Hongarije hiermee met deze positie die ze innemen een Russisch Trojaans paard zijn. Toch heeft dit nauwelijks tot geen invloed op de relatie die Hongarije heeft met Rusland. Wat is uw verklaring hiervoor? Nou ja, kijk, de Russen begrijpen denk ik de moeilijke positie van Hongarije wel. Iemand als minister Lavrov, waarschijnlijk een van de meest ervaren buitenlandspolitieke diplomaten is die er tegenwoordig rondlopen in die arena. Die snapt natuurlijk ook wel dat Hongarije als klein land in Midden-Europa beperkte mogelijkheden heeft om zijn positie te markeren. Dus de Russen snappen dat wel en begrijpen ook dat het beter is om een soort om zaken te doen met een neutraal Hongarije dan een Hongarije wat zich
eenzijdig in dit conflict zou opstellen. En, dus ik denk dat ook van Russische kant er veel aan gelegen is om toch ook in die regio met landen te blijven samenwerken. En ja, wat ik natuurlijk... Kijk, de Hongaarse positie zie ik natuurlijk ook. Als je nu ziet dat eigenlijk alle diplomatieke kanalen bevroren zijn. De Hongaren juist de dialoog zoeken en die kanalen proberen open te houden. Ja, dat geeft ook hoop voor de toekomst. En als er geen Europese landen meer zijn die diplomatiek overleg met Moskou kunnen plegen, ja, dan denk ik dat we in een hele gevaarlijke escalatie terecht gaan komen. En ik moet nog terugdenken, vaak terugdenken in deze tijd aan Huib Hendriksen. Dat was een oude Kremlin-watcher op het instituut Klingendaal. En er was in 1992 een congres waar ook de ghostwriter van Gorbachev aanwezig was, die de boeken schreef voor Gorbachev. En ja, ik kwam toen in gesprek met als jonge, beginnend Oost-Europa-deskundige. Ik kwam toen in gesprek met Huib Hendriksen, die toen al een heer op leeftijd was. En toen vroeg ik aan hem: Huib, wat gaat er gebeuren als Oekraïne en Rusland ooit een conflict krijgen? Want de Sovjet-Unie was toen net uit elkaar gevallen. We kregen het GOS, Gemeenebest van onafhankelijke staten in plaats van de Sovjet-Unie. En er lagen natuurlijk allerlei conflicten, ook conflicten, grensconflicten, kernwapens die nog moesten worden afgebouwd. En ik vroeg aan Huib, wat gaat er gebeuren als Oekraïne en Rusland een conflict krijgen? En Oekraïne is niet in staat om, en dat conflict kan niet opgelost worden. En toen zei Huib tegen mij, nou, dan gooien die Russen daar een raket op. Het was 92. En ja, ik stond daar toen even vreemd van te kijken. Ja. Want over het algemeen hadden Kremlin watchers in Nederland toch een wat zeer gemodereerd voorkomen. En dit soort teksten waren natuurlijk toch in de marges van zo'n congres best wel heftig. Nou ja, goed, dat was 92 en 2022 hebben we gezien wat er is gebeurd. Dus wat dat betreft denk ik dat Hongaren ook heel goed begrijpen dat het gevaar van escalatie aanwezig is in die regio. En dat je terughoudend moet blijven, dat je dialoog moet blijven zoeken betrokken landen ook ervan te overtuigen dat dit uiteindelijk de escalatie van het conflict niet de weg kan zijn van een oplossing en een vreedzaam Europa. En nog specifiek over de eventuele druk vanuit Brussel of vanuit Washington, vanuit de NAVO en de EU ten opzichte van Hongarije, dat Hongarije daar dat naast zich kan neerleggen, terwijl heel veel andere landen daar toch gevoelig voor zijn. Wat is uw verklaring daarvoor? Nou ja, Hongarije kan dat ook niet zomaar naast zich neerleggen, want er is natuurlijk behoorlijk druk. En, relatief? Relatief, ja. Ik denk dat de Hongaren, als ze afwegen... Kijk, uiteindelijk is Hongarije een loyale bondgenoot van het Westen. De Hongaren hebben 500.000 Oekraïners opgevangen. Hongarije levert humanitaire steun. Hongarije levert energie aan Oekraïne. Kleding, medicijnen, van alles en nog wat. Wil geen onderdeel zijn van het gewapende conflict. Dus daar ligt de grens voor Hongarije. En ja, je kan de Hongaren wel dwingen, maar ik denk niet dat ze dat... Dus ik denk dat de historische kennis over wat er allemaal mis kan gaan in de regio weegt zwaarder dan het korte termijn opportunisme. Want als we bijvoorbeeld Hongarije zijn positie vergelijken met die van Polen, dan vind ik de buitenlandse politiek van Polen, die komt bij mij wat meer ideologisch gedreven erover, zeker ten opzichte van Rusland, dan de wat meer reaal politiek georiënteerde politiek van Hongarije.
Nou ja, Polen heeft natuurlijk is 4 keer van de kaart verdwenen. Door toedoen van Duitsland en Rusland. Dus bij de Polen is er ook een heel zwaar trauma ontstaan. Dat het elk moment mis kan gaan. Dus dat is een hele andere historische beleving dan wat Hongarije heeft. Hongarije heeft een, wat dat betreft, een, ja, wat ik net al zei, het staat natuurlijk ook wel best wel wantrouwend tegenover Rusland. Maar heeft zoiets van, ja, met de grootmachten in de regio zullen we moeten samenwerken. Want ja, je kunt niet als klein land een grootmachtelijk spel gaan spelen, want ja, dat, de geschiedenis leert dat dat gevaarlijk is. Nou, op die noot zou ik u hartelijk willen bedanken voor uw komst. Ja, veel dank voor de uitnodiging, veel dank voor het interview. En voor de duiding. En daarmee wil ik ook de kijkers van hartelijk bedanken voor het kijken naar deze aflevering van de Rusland Academie. Dank u wel. Beste, lieve mensen. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor alle steun en stimulerende woorden. Het heeft ons echt gesterkt dat er meer mensen zijn die een andere kant van het verhaal willen horen. En het is de enige manier om deze gruwelijke oorlog te stoppen, om op zoek te gaan naar de oorzaken van het conflict tussen Rusland, Oekraïne en het Westen. Wilt u dat we meer video's gaan maken met achtergrondinformatie? Dan hebben we uw hulp hard nodig. Gaat u daarvoor naar onze website ruslandacademie.nl/donatie. Nogmaals, heel veel dank.